uit Leiden, maar ze tennist wel in Leiden. Nicole Thijssen. Ze doet mee aan de Open Leidse kampioenschappen op Roomburg. En wij waren daarbij. Ik ben Nicole Thijssen, 22 jaar, kom uit Soest. Ik ben net gestopt met mijn internationale tenniscarrière en nu speel ik hier in Leiden. Mijn dag begon vandaag met de wekker natuurlijk. Ik stond om 8 uur op en daarna toen even rustig ontbijten, douchen in de auto. Het is natuurlijk wel een uurtje rijden vanaf Soest. Ja, nu zometeen voorbereiden op mijn wedstrijd en dan moet ik om 11 uur singelen. En dan om 3 uur nog dubbelen. En vanavond nog een verjaardag. Ik bereid me meestal voor mijn wedstrijden door in te spelen. En dan even omkleden, inlopen en voor mijn wedstrijd natuurlijk nog even mijn favoriete liedje. En dan knallen. Tennis is voor mij zo bijzonder omdat ik het al mijn hele leven doe. Mijn vader is tennisleraar en daar heb ik het ook van geleerd. Die had mij een racketje gegeven en een ballon en zo ben ik begonnen. Ik ben niet iemand die heel rustig is. Ik laat het wel merken, zeg maar, als het wel goed gaat of niet goed gaat. Ik zit wel vol emotie, om het zo maar te zeggen. Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. Altijd. Leiden is heel erg leuk om te spelen. De banen kunnen soms iets beter, maar ze worden steeds wat harder. Dus morgen in de finale zal het geen probleem zijn, denk ik. I love Leiden.